Verdachte heeft zich in september en oktober 2012 schuldig gemaakt aan 3 brandstichtingen. Een van die branden woedde op de vroege ochtend van zaterdag 15 september hier in de Torenstraat. Zo lagen op het moment van de branden in het pand aan de Torenstraat meerdere bewoners te slapen in de flatwoningen boven het winkelpand. Het is met name deze brand die de rechter bij de verdachten zeer kwalijk neemt. Ja, want door de rookontwikkeling bij die brand moesten de bewoners van de bovengelegen woningen geëvacueerd worden. Velen van hun waren hoogbejaard. Ja, dat heeft wel de nodige impact gehad. En daarom is de rechtbank het met het Openbaar Ministerie eens dat Danny F. 3,5 jaar cel moet krijgen plus TBS. Een fikse tegenvaller, ook voor advocaat Van Wijngaarden, die had gepleit voor vrijspraak. En het andere punt is dat de rechtbank van oordeel is dat Danny een sturende rol heeft gehad. Terwijl uit de rapportage van het Pieter Baas Centrum onder meer blijkt dat Danny nu juist niet degene is die kan sturen. Het Pieter Baas Centrum heeft gezegd dat als niemand iets tegen Danny zegt, dan komt daar niks van, dan komt er niks bij hem weg. Dus dan is het moeilijk te rijmen met het oordeel van de rechtbank dat Danny nou juist de sturende rol zou zijn. En dat heeft er waarschijnlijk ook toe geleid dat de rechtbank een zware straf heeft opgelegd. En dus overweegt Danny F. om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. In tegenstelling tot Miranda F., die vandaag tot 4 jaar cel werd veroordeeld, waarvan 1,5 voorwaardelijk. Nou, voor haar is het toch wel een opluchting geweest dat de zitting nu achter de rug is. Zij heeft ook volledig bekend haar aandeel daarin. Het was voor haar gewoon belangrijk om te zeggen, nou, nu kan ik ook gaan werken aan de afsluiting. Voor Danny F. ligt dat hoe dan ook anders. Want het OM is van plan hem nogmaals voor de rechter te dagen. Die houdt hem verantwoordelijk voor nog eens 11 andere branden in Winschoten dan waarvoor hij vandaag al werd veroordeeld.